namelijk begonnen als fusievereniging tussen Hercules en DLK. Dat waren twee gymnastiekverenigingen in Nieuwe Pekela. Die zijn 25 jaar geleden samengegaan. En dit is dus vooral een gymnastiekvereniging in de basis. En daar is in de loop van de tijd natuurlijk ook turnen bijgekomen. Acrogymnastiek is een redelijk nieuwe sport. Sportfitgroepen zijn daarbij gekomen, dus ook het sporten voor de ouderen, zeg maar. We hebben een recreatieve volleybalgroep er nog bij. En ja, het wordt steeds meer wat diverser. Je kunt vanaf een jaar of 2,5 bij de jongste gymgroepen meedoen. Op dit moment, dat is dan de ouder-kind gymgroep. Daar mogen dus de ouders ook meedoen met hun kind, zodat ze samen kunnen gymnastieken. Wij proberen nieuwe leden te werven op verschillende manieren. Dat doen we door het aanbieden van open lessen. We hebben instuif voor de jeugd. Er zijn recent nog fittesten geweest in Oude Pekela. Daarmee hopen we ook onze vereniging onder de aandacht te brengen. Het helpt ook heel vaak als mensen gewoon eens een keer een buurman of buurvrouw meenemen. Dat wordt ook altijd aangeboden, dat het altijd kan. Iedereen kan ook altijd 2 gratis proeflessen volgen. En dan kijken of het wat is. Er zijn groepen die meedoen naar wedstrijden, dat zijn de selectiegroepen, turnen en acrogymnastiek. Voor deze groepen word je, ja, zoals gezegd, geselecteerd. Er moet wel een beetje potentie getoond worden, zeg maar, en dan kun je meedoen met een selectiegroep. Sporten bij Dynamica is over het algemeen iets duurder dan bijvoorbeeld het lid zijn van een voetbalvereniging. Dit zit er met name in het feit dat we de zaal moeten huren. En dat er natuurlijk ook een gediplomeerde trainer voor staat. Wij hebben voor onze groepen altijd gediplomeerde trainers, want we willen goed verzekerd zijn. Er worden gevaarlijke dingen soms gedaan, met name bij het turnen en acrogymnastiek natuurlijk. Maar ook bij onze sportfitgroepen willen we graag dat daar gediplomeerde trainers voor staan. En dat maakt het gewoon iets duurder dan bijvoorbeeld voetbal. Je kunt bij Dynamica sporten in Oude Pekela en in Nieuwe Pekela. Multifunctioneel Centrum De Winding, daar hebben we een aantal sportlessen. Dat is op dit moment zijn daar de sportfitgroepen onder leiding van Anneke. En daar zullen na de zomervakantie ook de gymnastiekgroepen voor de jeugd weer van start gaan. En in Nieuwe Pekela en Sporthal de Spiel hebben we meerdere groepen. Daar hebben we turnen, acrogymnastiek, volleybal, gewone gymnastiek, het Nijntje Beweegdiploma, Sportfit. Meer informatie over Dynamica staat op onze website www.svdynamica.nl. We hebben ook Facebook, we zitten op Instagram. Allemaal te vinden via SV Dynamica.